En toen kregen we ook een SS'er die ingekwartierd moest worden. Mm-hmm. En die kwam toen op mijn oudere kamer boven. En ja, dat vond ik wel eng, want die hadden van die grote platte petten. Hè? Ja. En hij vond mij heel aardig. Ik denk dat hij zelf ook een kind had of zo. Dus hij bracht meteen die pop mee. En daar wilde hij dus een foto van maken, wat hij dus ook heeft gedaan. Foto van mij met die pop. En toen kwam hij op een gegeven moment voorrijden in een open auto. Met een zwarte vlag met de doodskop erop. En toen kwam hij mijn moeder uitnodigen om me mee een ritje te maken. Nou, mijn moeder die had het niet meer. Ik weet niet wat ze ervan gemaakt heeft, maar ze heeft hem af kunnen poeieren. Want dat wou ze toch niet. Hij moest boven, kreeg hij een kamer. Want wij konden dus beneden ook blijven wonen. Maar hij was ingekwartierd. En hebben jullie daar verder last van gehad? Behalve dan dat mijn vader en hij elkaar uitdaagden om jiu-jitsu te spelen. Gevecht. En ik weet nog goed, ik zat in de kamer en ze gingen ineens aan de gang. En wij waren bang, mijn moeder en ik. En op een gegeven moment, hij werd gevloerd en hij zeilde zo door de kamer heen. En hij bleef voor pampers liggen. En toen zei ik tegen mijn moeder, waar moeten we nou met hem naartoe? Waar moeten we met hem naartoe? Want ik dacht dat hij dood was. En toen heeft me, ja, uiteindelijk, hij is bijgekomen en hij heeft het toch wel goed opgenomen. Want mijn vader, ja, het was gewoon een uitdaging, een wedstrijd. Mijn vader, die was met Wim Boers en dat was een winkelier uit de Wilhelminastraat. Die verkocht gereedschappen. En die was bij mijn vader. En wij hadden een pand waarvan de voordeuren glas waren. Van dat gebobbelde glas. Dus je kon een silhouet daar doorheen zien. En er werd aangebeld en het was tussen de middag. En mijn moeder zei, er is een Duitser aan de deur. Nou, mijn vader en die Wim Boers, die wisten niet hoe gauw ze de tuin uit moesten. En in het kerkpad over het muurtje, want daar staat een hele grote boom. En daar over het muurtje heen om weg te komen. En toen ging mijn moeder open doen en toen bleek het een vriendje van een kapster te zijn. En daar heb ik het briefje van. Waarom waren ze zo bang voor die Duitsers? Ja, dat hij weggestuurd zou worden natuurlijk. Op een gegeven moment moest iedereen de radio's inleveren. Maar hij wist het klaar te spelen om ze te verstoppen. En heeft hij een oud toesteltje ingeleverd Ja. Ja. En in de keuken onder andere, in de keukenkast op de grond. En dan lagen ze op de grond te luisteren naar Radio Oranje. En mijn moeder kwaad, ze moeten jullie nog eens pakken, want die was als de dood. Op een gegeven moment, maar dan spreek ik alweer tegen het eind van de oorlog. Toen zeiden ze, ze zijn al heel dichtbij. Maar ja, de communicatie die was heel slecht, hè, in die tijd. En toen zei ze, nou, maar het zal dan nou toch wel gaan gebeuren. En toen had mijn tante, wij hadden een hele grote kippenren, vol met kippen. En die zei, nou, die kippen die moeten in huis hoor, als het gaat gebeuren. En dan hadden we in de bijkeuken hadden we dus een aanrecht, die is van onderen leeg gemaakt en gaas ervoor. En daar zijn al die kippen in gestopt, in de bijkeuken. Dat vind ik wel gezellig. Toen zei ze, nou, ik zou maar alle bedden naar beneden brengen in de kelder, want we hadden een grote kelder. Tegenwoordig is dat niet meer. En wij in die kelder. En je hoorde het lawaai al dichterbij komen. En dat was heel spannend. En mijn tante die zei, en ik heb een flesje jenever en dat is als de bevrijding is. Ja. En er was een lattenkast in de kelder waar dus voorraad, potjes, groent en derk stond. Maar er stond ook die flesje neven. En wij zaten in de kelder en toen zei mijn vader, ik ga boven kijken. En wij zeiden, nee, niet doen, want straks dan gebeurt er iets. Maar ze gingen toch naar boven en er was niks gebeurd, kwamen ze terug. Alles is nog heel. Maar ja, dat was een beetje te vroeg gezegd, want naderhand
toen merkten we dat er dus goed tekeer was gegaan boven. Maar wij zaten gelukkig beneden. En uiteindelijk kwamen jullie uit die kelder, want toen was het rustig geworden. Toen was het rustig geworden. En mijn vader die ging natuurlijk naar buiten. En ik zei, ik heb het voorzichtig, zei ze. Ja. Maar hij ging naar buiten en hij kwam terug met 2 Polen. En ik las op de schouder Poland. En toen dacht ik, komen die nou van de Pool? Ja, wist ik veel. Poland, de Pool. Maar dat waren uit Polen, maar dat wisten wij niet. Want wij hadden verwacht dat er of Engelsen of Canadezen zouden zijn. Die er ook wel waren, maar bij ons waren het de Polen. En toen kwam die fles natuurlijk boven. Staand in de keuken. En ik vond ze, blijkt dat ze helemaal niet groot zijn, maar in mijn ogen keek ik er heel erg tegenop, tegen die, want ze waren natuurlijk in gevecht nu. Ja. Dus bepakt en bezakt. Dus in de straten werd er van alles opgebouwd. Mm-hmm. Om feest te maken en muziek te maken. Mm-hmm. En theaters. Allemaal op straat. En dat was wel toch wel spannend. Maar er werden ook heel veel feesten gehouden met dansen en zo. In de graanbeurs en de schuur. En ja, je zag overal die militairen lopen. En ja, die hadden allemaal natuurlijk meisjes, Bredaanse meisjes. En dat deed je toch wel wat. En wat ik ook erg vond, ik heb dus ook gezien hoe ze Duitse meisjes die met Duitsers gingen gekauw geschoren hebben. Dat was erg. Daar was u dan ook bij als klein meisje? Zag u dat heb ik gezien op straat. Dat deden ze gewoon op straat. Begin ik je weg? En Wilhelminastraat. En dan zullen de mensen dan niet meer erbij nadenken. Ze doen gewoon. Wat dacht u toen u dat zag? Ik vond het erg. Maar je kreeg ook je kreeg de indruk van die meisjes zijn slecht. Want dat wordt gezegd, die zijn slecht, want die heulen met de Duitsers. Dus dat maakte het weer enigszins verdraaglijk. Ja. Dat is mijn vader. En ik vond dat maar niks dat hij met zo'n geweer rondliep. En van de andere kant vond ik het toch ook wel weer stoer. Hè, je bent 10. En dan gaat hij die man die een aantal huizen verder woonde, die gaat hij ophalen. En dat is een NSB'er. En die moet dan weggebracht worden. Van Seters, deze man van Seters, en dat was een NSB'er. Die werd opgebracht. En die woonde ook bij jullie, hadden geen keer weg. Ja. Zij zaten toen op Anneville. Mm-hmm. En toen werd mijn vader en moeder, die werden gebeld dat ze gehaald zouden worden door een hoofdauto en ze moesten van alles meebrengen. En daar kappen ze dus de koningin en Juliana. En Juliana die was heel aardig, want ze had het over Trixje, over Rientje en over Pieteki. En dat was Margriet Pieteki. Dat was heel leuk. En mijn moeder zei, nou, ze had zo'n leuk gesprek mee gehad, want ze was heel gewoon. Maar Wilhelmina was een hele, die was heel stijf. En die had haar altijd maar op één manier zitten. Dus daar is ze niet veel aan gedaan. Maar die Juliana, daar is ze dus de hele tijd mee bezig geweest. En daar had ze contact mee. En daar had ze contact mee, ja.